Voilà, we zitten hier in Hotel La Reserve en ik zit hier naast een heel charmante dame. Ze was trouwens de Miss België 2012, Laura Beyen. Ik zou zeggen, dag Laura, hoe is het met jou? Heel goed, en met u? Heel goed, dankjewel. Zeg, de kerstdagen zijn net achter de rug. Hoe heb jij de kerstdagen gevierd? Ja, heel rustig met mijn ouders, broers en zussen thuis. Lekker gegeten, zelfs een beetje te veel, maar ja, het mag wel, hè, voor kerst. Ja, maar je hebt een heel drukke agenda. Had je nog tijd voor cadeautjes te kopen? Ik heb juist genoeg tijd gehad, ja. Want ik was in Las Vegas, dan ben ik teruggekomen. Dan had ik wel een paar dagen vrij. Mm-hmm. En dan ben ik natuurlijk gaan shoppen om veel cadeautjes voor mijn familie te kopen. Ja. Oké, okay, we gaan hier vandaag een interview doen en dat noem ik Vraag het aan. We hebben dat vorig jaar ook gedaan met jouw vorige collega, Justine Jonkheren. Maar nu gaan we het over jou, uiteraard. En we gaan zo'n beetje het jaar terug recapituleren. Ja. Want vele mensen zeggen, amai, 12 maanden, het gaat heel snel. Maar voor jou is het heel snel gegaan. Ongelooflijk. Ik heb een beetje opzoekwerk gedaan. En we gaan een paar puntjes uit de agenda halen, zo van, oh, dat wist ik niet meer, want het gaat allemaal heel snel. Mm-hmm. Maar de eerste datum die ik jou ga aangeven is 8 januari 2012. Ja, je werd in Miss België. Kan je heel kort jouw verhaal vertellen van 8 januari? Ja, amai, dat is al bijna 1 jaar geleden. Dat is ongelooflijk. En ja, ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht om Miss België te zijn. Dus ik was heel, heel blij. Mijn familie was ook zo blij en zo trots. En de volgende dag toen ik opstond, ik kon zelf me heel moeilijk in slaap vallen eigenlijk. Ik sliep met Evie in de kamer. Ik was de hele tijd zo, Evie, ik ben Miss België. Ik zei, ja, Laura, slaap een beetje, want morgen moeten we wel vroeg opstaan. En het was wel heel moeilijk om te beseffen dat ik eigenlijk wel Miss België was. Want dat is wel een droom voor mij sinds ik heel klein ben. En ja, nu is dat waar gekomen. Jouw droom is uitgekomen. Ja, inderdaad. En natuurlijk, die avond weer je bestormd door een horde fotografen. Je was dat ook wel niet gewoon, hè? Nee, ik was dat inderdaad wel niet gewoon. Maar ik was zo blij dat ik het echt heel leuk vond. En ik kon nog echt de hele dag door foto's verder doen. Ik voelde niet dat het eigenlijk wel zwaar was van mijn kroon en al en zoveel mensen. En ik was zo blij dat ik het allemaal kon. Je was niet eens een beroemd meisje geworden. Ja, een beetje toch, hè? Ja. En daags nadien al, want dat was het al ineens pats. Ineens beginnen werken, make-up, haar doen, fotografen. De eerste momenten, de eerste fotoshoot was in het pad, het klassieke. Ja. Imago, alle jaren, het nieuwe Miss België. Fotoshoot inderdaad. In het bad, met of zonder water. Ja, met dat natuurlijk. Ja, dat was, ik was zeer blij dat ik het mocht doen, maar dat was wel een beetje zwaar, want dat was de eerste dag en het was zo warm en zoveel foto's na elkaar, maar het was wel een mooi resultaat. Dus, Leuk, leuk, leuk. En dan de interviews, Radio Congo. Ja, ik was heel blij toen ik hoorde dat zelf Congo me had gebeld. Want ja, ik was al heel trots dat ik eerst in België met Congolese roots was. Ja. En dan waren ze ook heel trots en ja, het heeft me geraakt dat ze het allemaal hebben gevolgd en dat ze allemaal hebben gebeld en mijn familie ook. Dus dat is echt heel leuk. Het gaat snel, want we gaan het rijtje zo stilletjes aan afgaan. Mm-hmm. Ook al ineens als acte présence op de gouden schoen. Ja, ik vond het eigenlijk heel tof, want ik ben zot van voetbal. Oh. Ja, ik heb zelf ook gevoetbald toen ik jonger was. Dat was dan de eerste keer dat ik op het gouden... Dat is een primeurtje, hè? Dus het was de eerste keer op het gouden schoen en ik vond het heel tof. Echt een gezellig avondje en waren ook een paar kandidaatjes, allee, finalisten aanwezig. Dus dat was ook wel tof om ze terug te zien. Ja, en dan Vrienden van de Verre. Ja, Vrienden van de Verre, dat was ook tof. Het was superleuk, want dat was de eerste keer dat ik Wouter Bru ontmoette. Oh. En Axel Red was daar ook, dus ik was wel een beetje onder de indruk. Ja, en van het ene feestje naar het andere feestje, een paar weken later was dan de Anna Awards. Ja. Ja? Heb je ook heel veel Vlaamse artiesten leren kennen? Ja, die ik toen eerlijk gezegd nog niet kende, maar het was wel heel leuk om ze te ontmoeten en te leren kennen. Want ik woon in Brussel, dus al BV's... Ja, ik kende dat eigenlijk niet. Ik wist wel dat dat bekende Vlaming was. Maar voor de rest ken ik bijna niemand. Dus, ja. Maar je hebt ook een mooie wagen gewonnen, Miss België. Een Peugeot. Ja, mijn mooie Peugeot, ja. Kon je toen al auto rijden? Nee, ik had wel mijn 20 uur. Maar ik had nog niet mijn definitief rijbewijs. Maar ik kon wel rijden, dus dat was geen probleem. Ah, met gezicht. Ik heb mijn huiswerk goed gedaan, hè. En dan ook zot van Vlaanderen. Of Vlaanderen is nu zot van jou? Ja, dat was even gaan. Ik moest gewoon
ja, spelletje tonen en tonen wat ze gingen winnen. Dus dat was niks speciaals. Ja, ja. En dan de 18e nacht van de sport eind januari. Dat was ook een leuk, of een mooi ja, evenement. Ja, dat was hier in Knokke in het casino met Virginie Klaas. Ik moest maar de voorstelling doen, maar dat was ja. Wel tof. Zeg, je hebt zo'n mooi folarken aan. Ja, van Noir et Blanc natuurlijk. Hè. Ja, dat is mooi. Ja, jij ook zo. Voilà, Noir et Blanc. Voilà. Dankjewel, mensen van Noir et Blanc. Ik ga jou een paar namen laten ontvallen. Bobo Tremolo. Wat yeah. Betekent voor jou Bobo Tremolo? Ah, Bobo, dat is fashion. Dat is, als ik daar binnenkom, dan kan ik echt moeilijk eruit gaan zonder iets te kopen. Dat is echt super, ja, echt super mooie kleren en ze zijn zo vriendelijk, echt heel vriendelijk. En ik heb daar een shoot voor gedaan, ja. Begin van het jaar. Dat was heel tof met Ellen Petrie. Ja. Ja, Justine de Jonker. En Tanya Dexter, denk ik, ongeveer. Veel en andere. Ja. En je hebt ook al een paar keer het défilé gedaan voor ja, Bobo Tremolo. Zeker, want zeker. We hebben het al een paar keer gaan mm-hmm. komen bekijken. En dan zie ik jou lekker paraderen. En dan krijg ik altijd zo'n goed gevoel van de mensen. Herkennen jou toch direct? Want je krijgt altijd wel heel veel applaus. Dus toch geeft toch een goed gevoel? Ja, zeker. Dat geeft zeker vast een goed gevoel. Want dat is altijd een heel leuk evenement, het défilé van Bobo. Want ja, het zit alle Miss Belgisch, vorige Miss Belgisch. Ja. En alle bekende Vlamingen en zo die aanwezig zijn, is altijd heel tof. En ja, dan zit je ineens in de nieuwe collectie. Hè. Ja. Koken met Lorenzo. Ja. Lorenzo de voetballer? Nee, Lorenzo die organiseert Miss Brussel en Miss Vlaams Brabant. En ik ben in zijn restaurant gaan koken, want ik ging dus meedoen met Masterchef. Dus dat was een klein beetje voorbereiding. Ik mocht met hem gaan koken. Dat was echt heel leuk. En we hebben natuurlijk heel goed gegeten. Oh, super. En dan zag ik jou een paar weken later bij het 10e of het 9e opening van het Capsaum de Cliënt in Leeuwen. Ja, dat is ook altijd heel tof, want ze doen alles altijd in het groot. Dus dat was de opening van de Cliënt in Leeuwen, inderdaad. En dat was heel tof, dat was buiten met eten en dranken. Dat was super tof. Iedereen was daar aanwezig met muziek. En dat is altijd heel leuk als het iets voor de cliënt is. Altijd heel leuk. Super. Nu gaan we naar de maand maart, dus we zijn al 2 maanden verder. En je bent altijd maar aan het werken, altijd on the road. Hè? Heel veel fotoshoots doen met Daniel de Dave. Ja, Daniel. Het is altijd heel leuk om met hem een fotoshoot te doen. Want dat is eerst een heel sympathieke en dan is er altijd veel ambiance. En als je het resultaat ziet, dan ben je altijd blij. Dus als ik op de panning zit, Daniel de Dave, ben ik altijd heel blij. Ja, maar je hebt ook nog een andere grote klepper, Manix de Pape. Ja, natuurlijk. Ja, hij is altijd overal een beetje mee en we komen ook super goed overeen. Foto's zijn ook altijd heel mooi. En we hebben dat ook kunnen zien met de foto's van de finalisten ook heel mooi. Dan gaan we het volgen, The Voice. Ja, ik werd dus uitgenodigd via onze sponsor Samsung om gewoon naar de aflevering van The Voice te gaan zien. Ik ben met Evi geweest, was heel tof, want ik heb ze wel in het echt kunnen zien, dat is altijd heel leuk. En er was ook een receptie ervoor en dat was echt heel leuk. Had je daar ook een favorietje tussen zitten? Van een van de bepaalde artiesten? Eigenlijk niet echt. Ik volg dat wel, maar niet echt zoveel dat ik echt een favoriet kan hebben. Maar ik was wel heel blij met de winnaar. Ik weet, dat was Glenn zeker? Ja. Ja, hij had dat wel heel goed gedaan. Zeg, als ik jou zie lachen, dan blinken jouw tandjes altijd zo mooi. Magic White. Magic White. Ja, wat is Magic White? Ja, Magic White is onze sponsor om de tanden te bleachen. Dus af en toe ga ik daar wel op de beurs of op de opening. Dat is altijd wel heel leuk dat je mooie witte tanden kan hebben. Dus, en de meisjes zijn daar ook naartoe geweest, ook al een paar dagen geleden ook. En dat zijn ook heel sympathieke mensen. Ja. En dan hebben we jou weer ontmoet op de Nacht van Exclusief. Ja, de Nacht van Exclusief, dat was wel heel tof. Ja. Ik vond het wel een beetje raar, want ik kende daar niemand. Nee. En, dus dat is altijd zo'n beetje moeilijk. Maar ik was wel blij, want mijn eerste eredame, Aurore de Geest, was daar ook aanwezig. Dus dat was wel heel tof om haar terug te zien, omdat ze daar moest defileren. Maar ik heb me echt goed geamuseerd en ook natuurlijk heel veel cadeautjes gekregen. Dat is ook altijd tof. Ja, en dan ook, je haartjes worden altijd mooi verzorgd. Het merk Paul Mitchell. Ja, ik ben er echt zot van. Ik heb alle producten thuis. Mijn haar is altijd heel mooi. Dus ik ga wel heel vaak naar de cliënt. En ze verzorgen mijn haar heel goed met de producten van Paul Mitchell. Antwerp Giants. Ja, dat was echt heel leuk. Ik werd dus uitgenodigd via onze sponsor, Calant.
Ja. Dus ze sponsorden ook de match van de Giants in Antwerpen. En dat was de eerste keer dat ik een basketmatch kon zien. Ja. En dat was superleuk. Ik heb ook nog kennis gemaakt met de spelers, want het was heel sympathiek. En ik mocht ook de aftrap doen, dus dat was echt een zeer leuke avond. Ik het zijn echt wel grote jongens, hè? Ja, ze zijn wel heel groot, maar ja, ik ben ook vrij groot, dus dat is perfect. Hè? Ja, dat valt mee. Oké. Okay. Goed. Gaan we naar het volgende, gaan we naar de maand mei. Nu komen we er. Masterchef koken. Kan je koken? Ja, ik kan wel koken. Ik denk dat de mensen die naar Masterchef hebben gekeken, dat ze dat wel hebben gezien. Het was heel leuk. Ik was wel in het begin een beetje zenuwachtig, want als je dat op tv ziet, moet het allemaal zo snel gaan en zoveel stress. Maar het was heel leuk. Echt waar, als ik het opnieuw mogen doen, dan zou ik het echt doen. En ik was wel trots omdat ik toch wel vrij ver ben geraakt. Dus dat was wel heel leuk. Ja. En dan gaan we ook, in de maand mei was het ook een heel mooi feest hier, net over het hotel, Excentriek. Het is toch wel een van de mooiste feesten ja, van Vlaanderen. Ja, dat was heel chic en het was ook altijd heel leuk om een mooi kleedje aan te doen. Ik heb namelijk een heel mooi kleedje van Deborah Velasquez aan. En iedereen was daar ook heel chic en ook alle vrienden terugzien. Nieuwe vrienden dan natuurlijk. En ja, de cliënt was daar ook aanwezig, dus dat was ook heel tof. Ja. Oh, verder het rijtje af. Dan Orage. Ja, dat was... Orage. Wat is Orage? Orage is onze juwelensponsor. Oh. En dus ik heb daar een shoot voor gehad, met Danielle de Dave ook. En ik ben echt zot van die foto's. Het zijn echt heel mooie foto's, heel mooie juwelen. En ik heb daarna ook een shoot gehad, ook voor Orage, met mijn petekindje. En ja, dat was echt het toppunt met mijn petekindje, omdat dat is echt mijn klein babytje. En met haar op de foto gaan was echt heel leuk. Want ze deed echt alles perfect zoals ik dat deed vroeger. En ik weet zeker dat ze later een heel mooi fotomodel, misschien Miss België ook zal worden. En dan heb je ook een shoot gedaan met Miss Nederland. En Miss Nederland ken je zelfs al ietsje beter. Maar je moet eerst het vertellen over de shoot met Miss Nederland. Ja, dus ik had een shoot eigenlijk voor Paul Mitchell. En ze moest met mij op de foto gaan. En ik vond het heel tof, want ja, dat was ineens ook een kennismaking. En we gingen dan samen naar Miss World, samen naar Miss Universe. En we kwamen toen al heel goed overeen, hebben we contact gehouden. En nu zijn we echt super goede vriendinnen geworden. Super, super, super. Goed, we gaan naar de maand augustus. Red Bull Street Style. Ja, dat was heel tof. Dat was in Brussel. Dat was eigenlijk een soort evenement. En er waren allemaal jongens die daar kwamen en ze moesten dansen en iets met de bal doen. Zo, eigenlijk heel impressionant, want je ziet dat, je zou niet denken dat ze dat echt kunnen. Want ze dan dansen met de bal en met van alles te doen. En dat was echt superleuk. Ik heb me echt geamuseerd. En ik heb ook de wereldkampioen gezien, want die was ook in de jury. Oh, ja. En dat is gewoon een vriend ook geworden, dus altijd heel tof. En dan heb ik jou een paar weken later ook gezien met een heel mooie hoed op de Waregem-koersen. Ja, Waregem-koersen. Ben je liefhebber van paardjes? Ja, niet per se eigenlijk. Maar de mis gaat daar elk jaar naartoe. Gezien en gezien worden. Ja, en ook, dat is altijd wel heel tof, want de kandidaatjes waren ook aanwezig. En dus zijn we samen gebleven en ons geamuseerd. Ja. En dan gaan we naar september. En ik weet, je hebt een tijdje getraind met het lopen, want je hebt meegedaan aan Memorial van Damme. Dat was een heel leuke ervaring. Dat moet je toch even vertellen. Ja, dat was echt superleuk. In het begin, toen Helene zei, ja, je moet lopen. Ik dacht, oh nee, wat wordt dat nu? Ik was wel een beetje bang. Maar daarna zijn we gaan trainen met Kim Gewaert. Oh. En die BV's die ook mee moesten lopen. En dan zei ik van, ja, eigenlijk, ik kan wel lopen. Dus ik maakte wel kans om te winnen, want ik vond dat wel heel tof. En ik wou natuurlijk wel winnen. En want toen ik klein was, zei ze ook altijd, ja, je moet iets met atletisme doen. Maar ja, toen heb ik het niet gedaan. En aan de dag zelf zijn we gaan lopen en heb ik dan gewonnen. En ik heb dan ook Usain Bolt ontmoet, dus dat was ook heel leuk. Ja, ik heb daar zelf een zeer mooie foto mee. Ja. En bijna 60.000 man in de stadion. Ja, dat was echt indrukwekkend, want je verwacht dat niet. Allee, mensen zeggen dat wel dat er ongelooflijk veel mensen aanwezig zullen zijn, maar je beseft dat niet eens. Dus, en daarna kwam ik daar binnen en zoveel volk en ambiance. En mijn ouders waren ook aanwezig natuurlijk. En dat was echt heel, heel tof en indrukwekkend. Ja. En dan les in het parlement met de kandidaten. Ja, inderdaad. Ik vond dat wel heel leuk, want dat was gewoon een rondleiding in het parlement en dan een les over België.
En vorig jaar was ik daar als kandidaat. Ik was nog niet eens geselecteerd als finaliste. En dat was wel een beetje raar om dat nog mee te maken. Dat is van een andere kant te zitten. Maar dat was wel leuk met de kandidaatjes en weer een beetje bijleren. Want dat is altijd iets anders, een ander uitleg. En het was heel tof. Ja. En dan, één naam ga ik jou ook laten ontvallen, SAP. Ja, dat is onze nieuwe sponsor van Bikini. En ik heb daar ook een shoot voor gehad, in La Reserve natuurlijk ook. Mm-hmm. En dat was heel leuk, mooie foto's. En als het resultaat mooi is, dan ben ik altijd blij. We zijn al in de maand oktober en de nieuwe lichting. 220 kandidaten, dat is de grote persvoorstelling in de Carré. Ja, de persvoorstelling moest daar de presentatie doen met Justine. Ja. En het was heel tof, want ik moest dan ook lopen voor de bikini. En dat was ook heel tof, want ja, de mensen waren ook heel enthousiast en belle ambiance. En ik ben heel graag in de Carré. Dus dat is altijd ook heel leuk als je in de Carré mag gaan. Je hebt ook een reis gedaan, Miss World, China. Ja, dat was heel tof. Ik ben 5 weken naar China geweest. 5 weken? Ja, dat was wel iets minder omdat dat zo lang was. Maar goed, ik heb me echt geamuseerd. Mijn ouders zijn gekomen. Ik was daar met Miss Nederland. Dus dat is altijd tof als je een vriendin hebt. En ja, ik heb ook zoveel meisjes leren kennen, want de meisjes waren heel, heel sympathiek. Dus we kwamen allemaal heel goed overeen. En ja, dat was ook heel leuk om naar China te gaan. Azië, dat was de eerste keer. Dus dat was heel tof. Dat was echt een unieke ervaring. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja. En dan? Van de ene grote wereldwedstrijd gaan we naar Miss Universe, ja. In Las Vegas. Je bent nog maar een paar weken thuis. Hoe heb je dat ervaren? Ja, Miss Universe was voor mij echt de max. Ik zal echt nooit vergeten. Dat was echt superleuk. Ten eerste, ja, Las Vegas, dat is altijd wauw. En dat was mijn eerste keer ook in Amerika. En ik ben daar ook naartoe geweest met Miss Germany en Miss Nederland. En ik kende ze ook daarvoor. Dus we waren samen in de vliegtuig. En we hebben echt goed geamuseerd. Leuke activiteiten gedaan. Dat was eigenlijk gewoon wauw. Maar was je een beetje teleurgesteld in de uitslag of zeg je nee? Ja, ik was in het begin wel een beetje teleurgesteld. Want ik wou in de top 15 zijn. Maar goed. Niet. Maar daarna ben ik toch te weten gekomen dat ik toch in de top 25 was. Dus dan was ik wel heel blij. En ik weet dat ik mijn best heb gedaan. En ik heb ook enorm veel steun gehad van België in het algemeen. Absoluut. Ik heb het op Facebook gezien, op Twitter. En dat heeft me wel geraakt. Want ik had dat niet zo verwacht eigenlijk. Ook in de pers heb ik gezien. En dat was echt heel leuk. En ik was wel trots dan. Je glindert nog altijd, ik zie het. Laura, het jaar is bijna om. Je titeltje ga je volgende week helaas moeten afgeven. Ja. Maar er zijn toch een aantal mensen die je toch wel heel dankbaar bent. Ik denk bijvoorbeeld aan de mensen van het comité Miss België, die jou een heel jaar hebben gesteund op alle vlakken. Ja, maar eerst wil ik toch mijn ouders bedanken. Ouders. Want zonder hen zou ik niet Miss België geworden zijn. En ze hebben me ook heel veel gesteund. Want ja, een jaar als Miss België, dat is een hele verandering. Je moet wel wennen, je moet heel veel werken. En mijn ouders zijn altijd aanwezig geweest en ben overal meegekomen, naar Miss World, naar Miss Universe ook. En ze hebben dat allemaal voor mij gedaan, om met mij te komen. Mm-hmm. En ik ben ze echt ongelooflijk dankbaar. En ik hoop dat ze ook heel trots zijn op mij. Ik voel het. Je hebt een heel warm hart. Ja, ja, zeker. Dus, en dan ook naar de mensen van het comité. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Zeker. Luc en Evi natuurlijk ook, Evi. Want Evi komt overal met mij. Dus dat was ook heel leuk. Ja, omdat ze woont ook niet ver van met mij. Dus af en toe mocht ik ook bij haar blijven slapen. En ze kwam overal ook met mij. Dus ik was natuurlijk heel vaak met haar op stap. En dat was echt leuk. En natuurlijk het comité, want zonder hun zou ik ook niet Miss België zijn. En dat was echt een ongelooflijk jaar. En je hebt ook onlangs mee geweest nog naar Marokko. Ja. De 20 finalisten, dat was een heel mooie ervaring. Ja, dat was heel tof. Je hebt ook tof. Een paar fotoshoots gedaan met Daniel Mannix enzovoort. Ja. Maar je hebt ook de kandidaten beter leren kennen. Ik ben heel blij, want we zijn eigenlijk heel close met de finalisten. En ik vind dat wel belangrijk dat we goed overeenkomen voor volgend jaar ook. Want ja, zo kunnen ze me wel bellen af en toe als ze wat... Ja, tips nodig heeft of als ze niet goed weet wat ze moet doen of als ze mij tegenkomt op een evenement, dat ze wel met iemand kan blijven, want ja, in het begin is dat ook wel nieuw voor haar. En ik kom heel goed overeen met de meisjes allemaal en ik vind dat echt wel belangrijk. Ja, en volgende week is het zover. Ja. De tijd tikt, de klok tikt zullen we maar zeggen. Mm-hmm.
Als je kroontje gaan moet afgeven, weet je nu al wat je gaat denken, zo van oh my god, of ga je zeggen nee? Nee, ik weet het echt niet. Dat is een gevoel dat je niet, echt niet op voorhand kunt uitleggen, denk ik. Timen, hè? Nee, want ja, ik weet niet, ik besef dat niet echt. Dat zo, binnen een paar dagen raar, is er een nieuwe Miss België en dan moet ik weer de kroon afgeven. En dat zo, ja, maar ik zou wel verdrietig zijn. Miss België blijven. Ja, dank je. En dat is het voornaamste. Ik heb hier een heel fijne vrouw leren kennen de afgelopen 12 maanden. In het begin was het een beetje stroef, hè? Maar met de tijd heb ik ze beter leren kennen. Ik moet zeggen, echt een fantastische dame. Zeker een Miss België waardig, een ambassadrice. Echt waar. Top. Zie je? En ik zou zeggen, Laura, ik wens jou nog veel succes de toekomende jaren. Dank je wel. Ik wens jou ook veel succes op zondagavond 6 januari. Ja. Ik weet, met weemoed ga je kroontje afgeven, maar het is elk jaar voor elke mis elke maal hetzelfde. Ja, natuurlijk. Maar ik ben jou ook heel dankbaar dat je met mij zo niet te veel wou doen. Ja, geen probleem. Heel lief van jou. En ik denk ook de organisatie Miss België, Darlene, Luc en alle andere mensen, dank je wel. Ik zou zeggen, Laura, geniet nog van deze avond, nog een paar dagen. En geniet nog van je lintje. Ja, zeker. Dank je wel. Lieve schat. Thank you.